Nou ja, als je al van nature graag communiceert met mensen, hè, en graag de kroeg ingaat, dan kan zo'n appgroep ook een beetje dat gevoel aan je geven waarin je ja, heel lollig met elkaar aan het ouwe hoeren bent. Op een dag zag ik een stapel boeken naast mijn leesstoel liggen en een aantal kranten. En toen dacht ik, Jezus, ik zit alleen maar de hele tijd die appjes te lezen. En er gaat eigenlijk nog heel weinig tijd naar die boeken en naar die kranten. En het was ergens zo rond de jaarwisseling. Ik dacht van, hey, nieuw jaar, nieuwe spirit, we gaan het anders doen. Toen heb ik mezelf van WhatsApp gegooid. Ik herinner me gewoon dat ik was de hele tijd te pakken die telefoon. En oh nee, ik heb helemaal geen WhatsApp meer. Dus dat je die fysieke neiging om te checken of je nog berichtjes hebt. Ja, ik vond het missen van die vaste vriendengroep online, vond dat wel een heel rigoureus besluit van mijzelf. Ja, dat ik die on-demand kroeg kwijt was, waarin je gewoon lekker even kon ouwe hoeren. Dat miste ik wel, ja. Ik dacht heel egoïstisch van, ik wil weer terug. Ik had inmiddels wel weer WhatsApp op mijn telefoon gezet. En toen ben ik een soort bilateraaltjes gaan. Zei ik van, hey, kun jij mij niet weer in die groep zetten? Nee, ik ben niet de beheerder van die groep. Moet je bij hem zijn? En dan ging ik naar hem toe en die zei, nou, of die zei niks. En nou, op een gegeven moment heb ik dat een tijdje laten rusten. Maar ik wilde zo graag terug. En uiteindelijk, onder vier ogen heb ik gevraagd van, hey, alsjeblieft, mag ik weer terug in de groep? Ja, we moeten er even over nadenken. En zo waar, s'avonds was de groep weer terug. Dus ik zei hallo. En één voor één gingen mensen weg. Uiteindelijk bleef ik weer alleen achter. Ik denk dat ze het vooral heel grappig vonden. Van gast, je was toch weg? Ik ben uiteindelijk wel weer teruggekeerd in de groep. Het heeft me wel €50 aan jenever gekost. We hadden een verjaardag, gewoon een echte mensenontmoeting. En de beheerder van onze WhatsApp-vriendengroep, die nam eigenlijk het woord. En terwijl hij het woord nam, maakte hij een soort selfie. En dat was het moment dat ik weer in de WhatsApp-groep onthaald werd. Ik was gewoon verbaasd over hoe snel mannen iets aanboden. Ik weet nog heel goed dat iemand zei van, nou, ja, wat zie je er leuk uit? Ik zeg, Jezus, dat zegt iedereen. En toen zei hij, ja, hoe kan ik het goed maken? Ik zeg, nou, verzin maar iets. Nou, en toen kwam hij van, ja, wil je dan met me duiken? Want ik ben duikinstructeur. Toen dacht ik, wow, nou, zo kan het ook. Ik ging duiken, ik ben wezen kiten, ik ben naar Spanje geweest op vakantie. Ik ben overal geweest. Alles gedaan. Op een gegeven moment werd het voor mij een soort sport om alles voor me te laten doen. Mijn hypotheek is geregeld door iemand van Tinder. Ik heb daar nog geen €800 voor betaald. Nadat die hypotheek rond was, kwam hij met echt zo'n bos pioenrozen. Stond hij voor mijn deur met gefeliciteerd met je huis. Hij hoopte, denk ik. Hij vond me wel echt een leuk wijf, ja. Maar ja. Toen ik wist wanneer dat huis opgeleverd ging worden, zat ik een beetje te tinderen. En toen zag ik dus iemand die in zijn profiel had staan, klusjesman, hobbyklusser. Nou, daar zat ik een beetje mee te praten en toen zei ik het eigenlijk direct. Ik zeg, ja, nou, ik heb net een huis gekocht en dan gewoon een beetje, oh, moet er nog veel gedaan worden? Ik zeg, nou, dan valt het mee, alleen geschilderd. Oh, nou ja, als ik kan helpen? Dacht ik, oké. Nou ja, en uiteindelijk ja, bood ik dan zelf aan. Toen kwam ik. Met zijn auto, heel afstands. Gewoon, die auto viel bijna uit elkaar. Ik zeg, oh, dat is vet leuk. Maak er een klusdate van. Als je samen moet klussen, dan kun je ook samen wonen. En zoiets had ik toen gezegd. Hoi. Heel klein mannetje was het. Ik had het nooit gezien.
Muren, plafonds, kozijnen, alles is geschilderd. Ik kocht de spullen. Dat deed ik wel. Dus ik had wel kunnen zeggen, nee, dat hoeft niet. Ja, maar Jezus. Iemand moest het doen. En ik wilde het niet doen. Ik zorgde altijd voor broodjes en eten. En dat was allemaal prima. Ik moest er alleen voor zorgen dat ik niet twee dates, zeg maar, dan in hetzelfde huis had werken. Want dan wordt er gepraat. En dat is niet handig. Toen heb ik heel erg bedankt. Toen zei ik, nou, dan gaan we nog wel een keertje uit eten. En dat uit eten is er nooit van gekomen. Nu moet ik er vooral vaak heel hard om lachen. Ik ben oprecht verbaasd hoe makkelijk mannen dingen voor vrouwen doen. Er is geen vrouw die erop zit te wachten, dat geloof ik niet. We hadden kip gehad op de Albert Cuyp die dag. Mijn mond zat ook eerlijk gezegd nog helemaal onder de marinade en weet ik veel wat allemaal. Dus ik moest me wel even fatsoeneren voor de foto. Nikki, je telefoon! Na 2 weken ongeveer werd ik in de ochtend op een gegeven moment wakker. Mijn telefoon was letterlijk aan het ontploffen van mijn Instagram. Van 400 volgers naar 10.000, naar 20.000, tel maar op de hele tijd. Dat is echt ongelooflijk. Een foto die mijn leven veranderde. Ik werd wakker, mijn telefoon stond in één keer roodgloeiend. En ik had allemaal aanvragen van modellenbureaus in mijn inbox. Zo kun je leven in één keer veranderen. We waren een gat aan het graven daar, om de leiding op te graven. Volgens mij was ik met een jackhammer aan het hameren daar. Een van de leukste klussen, slopen. Toen kwam er op een gegeven moment een groep meiden naar me toe. En die vroegen... Are you a model? Waarop ik dus eigenlijk direct zei van nee, natuurlijk niet. Want anders sta ik niet tot mijn knieën in de modder hier zo. Toen ze die foto vroeg, ik vond het prima. Ik denk echt, die wil gewoon een foto maken en misschien aan de vriendinnen laten zien of zo. Ja, dat kan zomaar. Dat was in het begin echt zo'n enorme switch. Ja, je gaat zenuwen ontwikkelen natuurlijk. Oké, dan ben je tussen aanhalingstekens een model. Maar waar leer je van? Van het doen. Als je me toen had gevraagd wat is modellenwerk, had ik gezegd poseren. Als je het me nu vraagt, dan zeg ik nee, acteren. 4. Dus ik ben nu druk bezig met trainen, omdat ik ook jobs als Calvin Klein... En Tommy Hilfiger wil binnenhalen. Dat houdt in dat ik meer moet eten, breder moet worden en goed regelmatig trainen. Vooral met kip eten. Ik geloof er niet zo in de zin van nou, je eigen geluk gaan zoeken, weet je wel, om maar zo te zeggen. Als het zo moet zijn, dan moet het zo zijn. En dat, ja, dat blijkt nu dus. Dit is wel heel leuk.